Sorry. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Oh, nou lekker! 5 minuten. Dit is Wat Bakken We Ervan. Hallo lieve mensen, ik ben Marije, dit is mijn keuken en vandaag is mijn gast Lise Korpershoek. Videomaker, presentatrice, Instagrammer van het jaar, kattenmoeder van Dirkie en Danny. En binnenkort ook nog auteur van een kinderboek. Het is een hele mond vol, snap je? Dat is keukenhumor. Kom er maar bij, Lise. Je mag meteen hier op jouw workstation gaan staan. Heb je er zin in? Vind je het spannend? Ja. Ben je een goede kok? Nee. Maar ga ik je verslaan? Ja. Ja? Ben je competitief? Ja. Verschrikkelijk. Okay. En ik vind mezelf creatief, dus ik ga echt mijn 100% geven. Ze zit meteen al vals te spelen. Nee, ik zet het op een bepaalde manier neer. Dus jij hebt een plan, denk ik dan. Ik heb nul plan. Oh. Oké, de spelregels zijn simpel. Je hebt 45 minuten de tijd om een gerecht te maken. Wees zo creatief mogelijk. Je hebt daarvoor de ingrediënten die we op hebben gehaald via Too Good To Go. Dat is dus eten wat anders weggegooid of verspild wordt. Je mag een joker inzetten. Dan neem je 10 minuten. Nee, kijk hiernaar, daar komen we. Oh, excuus. Dan neem je 10 minuten en 3 euro om naar de supermarkt te rennen. Wat? Als je bijvoorbeeld een ingrediënt nog mist in je gerecht. Oh, oké. Uiteindelijk wordt er gejureerd op originaliteit, presentatie en smaak. Presentatie telt het zwaarst, toch? Nee. Oké, jammer. Maar oké, wacht, ik heb wel vragen. Ja. Deze detassen, dat zijn dingen die goed bij elkaar passen. Nee. Dit is gewoon in één zak gegooid. Dit is eten wat over is en daar moeten wij het mee doen. Oké. En er is al bepaald wie welke zak krijgt? Nee hoor. Maar je mag niet eerst kijken. Oké, dan doe ik ze achter mijn rug en dan moet jij dat is eentje goed. Aanwijzen. Dat is goed. Oké, rechts. Goed gevoel bij. Oké, we hebben even een paar tellen om te kijken wat er in de tas zit. Ja. En dan doe ik de kookwekker aan. Oké. Okay. Sorry voor het schelden. Oké, andijvie. Nog meer groenten. Ik heb een heel sla assortiment. Ik heb een idee. Nu al? Ja. Dit is nog maar kijken naar. Ja. En peper en zout en zo? Dat is een goede vraag. Dingen die je in een normale keuken mag verwachten, zoals peper, zout, olijfolie, mag je gebruiken. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Oké. Okay. Oh ja, laatste regel. Oh. Je mag eventueel inspiratie halen uit een kookboek, maar je mag niet de recept nakoken. Ben je nou meteen alles al aan het... Ja. Shh. Ik heb 45 minuten. No time to waste, woman. Oké. Okay. Heb je ook machines die ik mag gebruiken? Ja, daar. En in de laas mag je ook allemaal opentrekken. En verder wil ik je niet horen. Kijk, weet je wat de truc altijd met koken is? Je moet het met heel veel overtuiging doen. Smaakt het beter? Nee, dan word je... dan word je... Goed verhaal vind ik het wel, ja. Ik kan hier echt alleen maar een salade mee maken. Jij begint ook gewoon al. Ik ga een gegrilde pastinaak maken. Die ik in een zelfgemaakte sausje ga doen. Waar bestaat uit dit en dit fijn gemalen. Daar doe ik een beetje olijfolie bij. En dan hopen we gewoon dat het lekker smaakt. Dit heb ik absoluut geleerd door uitgenodigd te worden bij 5 uur live. Daar wil ik jullie ook even voor bedanken. Oh ja, dit is nooit! Toen had je ook een pastinaak. Dit is niet normaal. Ik moet iets van een kookboek erbij pakken, want ik kom tot nul. Oh, dit is afpunt trekken. Afpunt. Nee, trekken helemaal afpunt. Niet. Nee, je hoorde bij de regels. Oh.
Is dit sabotage? Ik snijd hem in 4 parten. Met dit geweldige mes wat ik heb gekregen. Jezus. Wat kan je nou met papaya? Papaya en komkommer. Nice. Je wordt er helemaal emotioneel van. Het zit ook nog niet in je haar. Een geweldig recept. Niemand hoeft... Oh, jeetje. Sorry, ik moet even sterven. Oké. Nou, terwijl Lise even een momentje voor zichzelf neemt. Ja, weet je, ik denk gewoon als je het gewicht aan de voorkant legt, oftewel de mise en place, dan kom je er later sterker uit. Daar geloof ik wel in. Dus ik moet gewoon ik hoor alleen maar een moment nemen. Bla 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 bla. Dat is wat ik hoor. Oké, ik denk dat ik iets weet. Ik denk dat ik een stampot van andijvie met pompoen ga maken. Ik weet niet of dat. Ik weet niet of dat combineert. De mise en place is erg belangrijk, daarom maak ik een stampot. Jury komt even kijken, want spontaan was daar ineens een pompoen. Oh, dat is niet zo. Oh ja, nee, maar ik dacht aardappel. Als je een pompoen wil, dan kun je naar de appie rennen. Ik dacht aardappel is wat je standaard in huis hebt. Kijk, zoete aardappel. Zoete aardappel. Zoete aardappel is niet iemand aardappel standaard in huis heeft. Nee. Jij gaat nu naar de Albert Heijn rennen. Wel. Mooi. Pompoen en zoete aardappel. Oké. Foei. Oké, dan ga ik naar de supermarkt. Wat is je plan? Wat gaan we doen? Ja, we gaan toch aardappels halen? Gaan we aardappels halen? Tempo, jongens! Oké, ik kwam toch voor een kleine verrassing te staan. Namelijk dat dit is kurkuma en geen gember. Dat is een hele andere smaak. En je krijgt er hele gele handen van. Ik ga een soort tapenade maken. Ik ga dit gewoon vermalen. Misschien wordt het goor, maar ja, heb ik wat te verliezen? Nein. Zou kunnen kijken of je eventueel nog spekjes kan halen voor je stampot? Is dit er? Ja, stiekem. Ik help gewoon even mee. Oh, ik weet niet eens hoe dit ding open moet. Ja, maar dan moet ik alles door hier doorheen gooien, anders weet ik het ook niet. Het lijkt... Auw! Ik heb Lisa achtergelaten met een pan op hoogvuur, dus die gaat nu sowieso overstromen. Oh. Ik help Marije even. Zo ben ik dan ook wel weer, weet je wel. Zo levensgevaarlijk. Het huis in paniek verlaten. €3, hè? €3. Op de binnen. Het gaat helemaal goed komen. Marije, waarom heb je me gesaboteerd? Hoe moet deze aan? Oh ja, oké. Got it. Ik heb aardappeltjes gehaald. En wat heb ik? Oh ja, gebakken uitjes. Lies, hoeveel tijd denk je dat je al verspeeld hebt aan gekke keukenmachine tafereelen? Had ik... Ben ik wat vragen? Wat? Had ik nou... Wat? Had ik nou de papaya voor de spinazie? Ja, graag. Oké. Okay. Oh, like it. Oh, pardon. Ja. Wat is dit? Shh. Tijd voor een stelling. Lekker eten waar je nu zin in hebt, of opmaken wat je in huis hebt? Nou, ik maak altijd wel op wat ik in huis heb, omdat ik... Kijk, ik kan er een beetje afleiden. Godver. Sorry, ik scheld te veel, hè? Katver. ik maak altijd op wat ik in huis heb, omdat ik altijd te lui ben om naar de supermarkt te lopen. Alleen wat ik wel vaak vergeet zijn bonen in blik, maar ja, die gaan dan heel lang mee. En als ik echt heel lui ben, zoals gisteren, dan open ik zo'n blik en dan ga ik eruit lepelen. Wauw.
Oké. Ik wil verder niet te veel indruk op je maken natuurlijk. Een van de belangrijkste oorzaken van voedselverspilling is dat er te grote porties bereid worden. Maar dat is te voorkomen door te koken met een eetmaatje, waarmee je heel makkelijk 1, 2 of 80 porties afmeet. Weet je nog dat je wiskundeleraar vroeger met zijn vieze koffieadem zei dat je later wiskunde nodig gaat hebben? Dit is het moment waar hij het over had. Dit is waar je hele leven naartoe heeft geleid. 200 graden. Let's go. Hoe lang hebben we nog? 20. 20 minuten? Ja. Oh, nou, goed. Ik moet zelf zeggen, het ziet er wel goed uit. Fucking professioneel uit. Ik ga niet zeggen dat ik jaloers ben, maar... Oh, veel te veel. Oké, nu niet meer. Oh. Oké. Oh, er ligt hier zoveel op de grond. Ingenieus stamper. Kijk, ik zit lekker in de tijd. Dus ik kan een stukje sociaal gedrag hier vertonen. Vertonen is het woord. Weet je zeker dat je dit wil doen met je tijd? Ja, ik heb tijd over momenteel, dus... Boter! Bakboter! Bakboter? Ja. Waarom zou dit niet mogen? Ja, voor het stampot. Het is voor haar chill wat er boter is natuurlijk. Ja. Oh, boter. Kleine montage van de poesboter. Nee, goed daar. Oh. Ja, ik mis hem. Gaat goed. Oh, jezus. Het zag er zo zwart uit. Hoe mis gaat het met je sausje? Oh. Amateur! Dankjewel, meneer de cameraman. Kijk, nu komt er schaamte omhoog. Nou, haal deze gewoon even van het vuur. Oh, dat is echt... Wat? Ik heb net een hap genomen. Oh. Ja, ik heb net ook mijn thuishuis geprobeerd en dat is echt heel lekker. Die saus. Heb je nou warme papaya saus? Oh, ik heb mijn lepel er weer in gedaan. Nou, als ik ziekte heb, dan... Hoe lang hebben we nog? 6 schijm. Ja, dit is ook echt lullig dat die aan jouw kant te zien is. 3 minuten. Oké, we gaan even proeven. Zitten we al in de laatste minuut? 1 minuut. Ja, doei. Heb je goed nagedacht over de opmaak van je... Oh, oké. En los! Nee! Mijn gebakken reepjes! Ja, jammer. Oké. Ik vind dat we allebei iets hebben gemaakt wat er prachtig uitziet. Ik vind het ook. Oké, Lise, hoe vond je het gegaan? Nou, erg goed. Ik ben erg enthousiast over mijn smakelijke palet. We gaan de jury erbij halen, denk ik. Is goed. Hallo, ik ben de jury. Mijn gerecht heet Jamaicaans-Aziatische tranen. Dus het is een gerecht met veel emotie. Ja. Het is een fusion van typisch Jamaicaanse smaken. en een stukje Azië, die kussen elkaar. En daarom wordt er gehuild, want het is een lange afstand relatie. Een latrelatie op een bord. Ja. Oké, okay, mooi. Oké, okay, Max, op creativiteit. Ik geef het een 4. Hoeveel punten kun je krijgen? 5. Oh, yes. Heel goed. 4. Oké, okay, presentatie. Prachtig vind ik het. Ik geef het ook een 4. Wauw. Ik vind dit gul. Nou, maar dan nu over naar de smaak en daar komt het helemaal op aan natuurlijk. Wat is de bedoeling? Nou, ik zou eerst een hapje nemen van de passienaak met de saus. Ja. En dan zou ik, om het af te blazen, de Aziatische mix nemen. Ja. Ik ga helemaal mee in jouw uitleg. Ik proef die dingen. Ik zie ze allemaal voor me. Fucking lekker. Ik geef dit 5 punten op smaak. 5 punten op smaak. Sorry, ik ben heel enthousiast. Shit is amazing. Wat? Ja, je gaat het straks ook proeven. Die shit is echt goed. Wat?
Ja, het is pijnlijk. Het is echt lekker. Nou goed, en nu dus dit ding. Dit is, het gerecht heet de toren van... Het is een stampotje van aardappelen en spinazie, mm-hmm, met ui, een champignonmix, paddenstoelenmix, curry, kokosyoghurt en een touch of kurkuma op creativiteit. Geef ik dit een 3,5. Oh, op presentatie geef jij dit een? Een 4,5. Oh. Ziet er echt tof uit. Heel vet gedaan. Verdiend. Ja? Oh, oké. Oké, gaan we over naar de smaak. Choppen. Ook hier gewoon een soort hoek uit. Ja, nee, gewoon gaan. Gewoon gaan. Nee. Oh, dit is lekker. Ik ben geen stamppotmens. En dit is echt heel erg lekker. Ik kan niet dat een 5 geven en dit geen 5 geven. Ja, maar... Dus ik moet dit ook een 5 geven. Wat betekent dat we precies gelijk uitkomen? Wat betekent dat wij boter inzetten? Boter is mijn kat. Boter heeft natuurlijk connectie met de keuken. Dus we gaan boter even vragen wat zijn favoriete gerecht is. We gaan boter neerzetten in het midden. En dan kijken naar welk bord hij loopt om de winnaar te bepalen. Ik zou teleurgesteld zijn in boter als hij niet naar de stamppot gaat. En trots als hij naar die van mij. Oh. Kijk die blik. Okay. Oh, oh. Oh. No. Nou, je liep duidelijk naar de stamppot toe. Oh. Nou, helaas ja. Lise, deze heb je verloren. We kunnen terugzien in de herhaling wat er gebeurde. Eerder deze dag heb je ook nog een challenge gedaan. Dat klopt. Dus daar gaan we even naar kijken. Kaas of vlees? Dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaasvlee challenge. 3, 2, 1, go! Een geconcentreerde blik. Ja, dit is een manier om de warmte eruit te duwen. Die niet zo goed werkt zoals je ziet. Kouwen en blazen. Kleine stukjes maken. Koelt het sneller af. Dat heb ik geleerd in het leger. Klappen helpt ook. Schouder helemaal. Ja. Nou. Nou. Ik ga je tafel even schoonmaken als ik jou. Maar mijn tong heeft nog even aan verbranden. Hoe sneller je met je vinger dit doet, hoe. Yes. Schitterend. Dat was het menu toch? Lise, hoe denk je dat je het hebt gedaan met de grote kaasvlee challenge? Ik denk dat ik 1 minuut en 12 seconden. Dat is mijn score. Dus. Mij verslagen. Sowieso, okay. Ik kan me niet 2 keer verliezen van jou vandaag. Jouw tijd was 0-1. Oh. 1-3. 70. Oh. Dus daar heb jij een schitterende plek mee gehaald. Net boven mij. Ik vind het een prachtige score. Ik ben heel erg trots op je. Ik ben benieuwd wat de andere mensen in deze grote challenge gaan doen. Ik zie mezelf nog ver lang boven staan. Lise, heel erg bedankt voor deze waardige strijd die je me hebt geleverd. Ja. Ik ben niet vriendelijk geweest. Sorry daarvoor, je hebt het heel goed gedaan. En ik ben trots op ons. Ah, leuk dat je keek. Bedankt Lise en Ramon. En Boten natuurlijk. Tot de volgende keer. Wauw. Dus die saus, ik weet niet hoe je dat. Wat zit nou allemaal in die saus? Papaya, saus en kokos. Ik ben echt trots op ons. Ik ook. Alle grapjes aside. Trots op ons. Toch best wel. Nou, echt hè? En leuk om te doen hè? Nou! Dat is fantastisch, hoppa.